gedaan had. Kijk, je moet het meest zien, ik ben een haai en hij is het water. Ik heb hem meteen afgebeten. Op het moment dat ik de criminele activiteiten zou doen die ik echt met hem zou willen, dan was hij er nog veel slechter vanaf gekomen. Ja. Dus jij hebt hem echt verbeterd. Wel, jij hebt tegen hem gezegd, je moet blij zijn dat ik dit met jou gedaan heb. Ja. En je vindt, ik vind dat je jezelf moet aangeven. Absoluut. Kijk, het houdt op. Het houdt een keer op, toch? Heeft hij niet tegen jou gezegd van wat heb je me nou geflikt? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar je hebt een kwartiertje met hem gesproken. Ik kan me zo indenken dat hij misschien toch een beetje lacherig ook weer deed. Nou, dat valt wel mee. Kijk, maar hij is ook niet echt boos tegen mij, hoor. Dat heb ik niet één keer gemerkt in geen enkel telefoongesprek. Nee. Maar deed hij een beetje zoals we hem kennen, een beetje blasé, een beetje van... Hij zegt dat hij gebluft heeft, dat het een grapje is. Maar ja, als je naar die beelden kijkt, en er zijn veel meer beelden dan er uitgezonden zijn. Ja, je kan grapjes maken, maar dit is gewoon geen grapje meer. Nee. Als je die gelaatsuitdrukking van hem ziet, als hij het echt voor de eerste keer vertelt. Het is gewoon een opluchting voor die jongen. Maar hij zei dat echt aan de telefoon tegen jou? Yo, ik heb gebluft. Ja, maar ook met die sms natuurlijk. Ja. Daar ook, het was voor hem gewoon een spelletje. Maar hij zegt toch steeds, ik blufte tegen jou. Ja, maar... En toen zeg jij natuurlijk van, wat zei je, Joran, schei je uit. Ja, kijk, voor mij houdt het dan op, snap je. Het valt niet meer met hem te praten en op een gegeven moment hang ik ook gewoon op en ik vind het goed. Ja. En voor de rest, ik probeer hem ook niet te bellen. En, kijk, ik wil die jongen niet het leven moeilijker maken dan hij al heeft. Nee. Dat is niet mijn taak. Maar in dat kwartiertje dat je hem aan de lijn had, heb je toen nog wel gevraagd, wat ga je doen allemaal, wat zijn je plannen? Nee, ook niet. Helemaal niet. Maar ik heb daar totaal geen interesse in. Nee. Die jongen die reist de hele wereld over, dus hij heeft aardig dat ze zit. Hij zit nu in Thailand nog steeds. Ik heb geen idee. Ik lees wat ik kan lezen op internet en op tv zie ik wel eens wat. Maar ja, hij mag een hoop dingen. Hij mag blowen in het vliegtuig. Hij mag alles. Hoezo? Wat is dat dan weer voor verhaal? Er is iets gebeurd. Ik heb het ook gelezen op internet dat hij van de vlucht van Nederland naar Thailand betrapt was met een joint op het toilet. Nou, dat is inderdaad een lekker land ook om betrapt te worden met drugs, maar, Thailand. Maar ze hebben hem op een of andere manier hebben ze het een regeling getroffen in het vliegtuig. En voor de rest in Thailand is er niks gebeurd. Hij zit te blowen op het toilet. Het wordt steeds raarder met hem. Ja, maar ja, kat in het nauw maakt rare sprongen. Hè. Ook weer dat geld wat hij van die andere man gestolen heeft. Ja, kijk, ik kan er wel zeggen, die andere man is gewoon heel dom geweest. Ja, maar dat was zijn pincode af te geven, ja. Tuurlijk, maar iemand die vertrouwde mensen. En... Ja, maar ja, iemand als Joran vertrouwen. Maar ja, als je een foto in je zitkamer hebt hangen van hem... Ja. Dan, ik weet niet of dat verstandig is. Nee, dat is zeker niet verstandig. Nee. Maar ik vind het wel opvallend. Er was geen één keer in dat gesprek wat jij met hem had. Hij verweet jou niks. Hij had niet zoiets van, joh, klootzak, wat flink je me nou? Nee. Ik denk dat het voor hem zelf ook een opluchting is, hoor. Dat het eruit is? Ja, dat hij niet vastzit. Ja, kijk, ik ben geen politieagent. Dat was ook niet mijn taak. Mijn taak was gewoon om heel duidelijk te laten zien dat deze jongen absoluut weet wat er met dat meisje gebeurd is. En volgens mij is dat aardig gelukt. Wat een rare gozer nog steeds, die Joran, hè? Ja, vind ik wel, ja. Ongelooflijk. Maar voor hem is, ja, hij moet gewoon een beslissing gaan nemen. Maar volgens mij is het moeilijkste voor hem is om die andere naam te noemen. Ja. Ja. Dat is zijn... Kijk, zijn leven gaat wel weer verder. Denk je dat echt? Kan hij ermee leven met wat hij gedaan heeft? Ik denk wat hij gewoon moet doen. Hij moet gewoon een schip maken. Hij moet opnieuw beginnen. Dus dit kan niet achter hem aan blijven rennen. Als deze jongen, kijk, wat krijgt hij dan voor straf? Een jaar, anderhalf jaar? Ja. Jongen, zit je straf uit, ben je klaar. Maar het gaat om die andere persoon. Het is gewoon niet de persoon die uiteindelijk het lijk gedumpt heeft. Ja, zijn leven is geruïneerd op het moment dat het uitkomt. Hij beschermt die persoon. Zou die onder druk staan van die persoon? Nou... Ik denk dat die persoon eerder onder druk van Joran staat dan andersom. Ja, Joran is goed in manipuleren van mensen. Kijk, dat vertelt hij zelf ook met zijn vader. Telefoon naar binnen laten brengen. Maar hij heeft nog veel meer verteld over die telefoon. Wat ermee gebeurd is. En laat me raden, dat staat in je boek. Ook nog, ja. Dat staat in je boek. Ja, ook hoe je dat binnengebracht heeft. Het is fascinerend, maar ja, ik denk iemand die het spel allemaal zo speelt zoals zo'n Joran... misschien gaat zijn leven wel door uiteindelijk gewoon. Maar het blijft altijd aan hem hangen natuurlijk, altijd aan hem kleven. Ja, maar ik denk op het moment dat hij hier verder wil gaan in Nederland... dan moet hij toch echt beginnen met gewoon vertellen hoe het precies gezeten heeft... En wat er precies aan de hand is geweest. Wat helpt mij nog eens herinneren, wat voor plannen had hij nou met jou dan?
eigenlijk? Dan kunnen we ook even zien, stel nou dat dit niet gebeurd was, welk pad hij op was gegaan. Want hij heeft het dan met jou gedaan, maar hij zou het dan met jou doen. Maar dat, stel dat hij met iemand anders had gedaan, hij was dat gaan volgen. Wat wilde hij ook alweer doen met je? Oh, ik heb zoveel dingen. Ik zou je één ding geven. Op een gegeven moment zit tegen mij, Patrick, weet je wat we kunnen doen? Hè? Hij zegt, dan ga ik naar Aruba toe. Dan neem ik 5 kilo coke mee. En als ik dan aangehouden word, dan zeg ik, ja, zie dan wel. Ze willen me gewoon pakken. Ja. Deze jongen is heel ver. Ja. Ja, zo heb ik nog wel 30, 40 voorbeelden van ideeën die hij had. En voorbeelden wat hij wou doen. En hoe hij wou profiteren van deze zaak. Ik denk dat hij gewoon... Heeft hij niet gewoon het idee dat hij zo langzamerhand onzichtbaar geworden is? Dat hij komt overal wel mee weg? Zit hij zo niet in zijn hoofd? Ja, ik denk langzamerhand dat hij dat gevoel wel heeft, ja. Ja. Maar je ziet het ook blowen in het vliegtuig richting Thailand. Nou, ik wil overal blowen, maar richting Thailand niet. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is toch... Alleen Singapore is nog erger, zeg maar. Ja, maar je zit gewoon in zo'n gevangenis gewoon voor de rest van je leven. Maar het maakt hem niet uit. Hij heeft daar scheid aan. Hij denkt, ik kom er wel mee weg. Schijnbaar. Ongelooflijk. Ja. Ongelofelijke gast. Nou, dit blijft allemaal natuurlijk fascinerend, dames en heren. Praat ik verder met Patrick. En natuurlijk ook even over het nieuwe boek, wat hij natuurlijk samen met Elizabeth geschreven heeft. Gaan we het over hebben. Ook nog Lieke van Lexmond en Tatjana en Direct komt nog optreden. Wat een avond. Blijf hier, dames en heren. Straks meer Patrick van Heen. Blijf hier. Straks nog Tatjana, Lieke van Lexmond, Direct gaat nog optreden. Maar ik zit hier met Elizabeth Byers, dat is een schrijfster. En die gaat namelijk een boek schrijven, komt uit op 25 juni samen met Patrick van der Eem. En Patrick zit er ook, Patrick van der Eem. Nou, vertel even dat boek hier. Elizabeth, yes. Here's the book. It's called Overboard. Yes. Overboard. And this is probably going to come out in the States as well. Yes. You're American? I am. You're American? Yeah, sorry. How do you guys know each other? we share the same agent. Okay. And I ended up meeting him behind the scenes at the Peter Artefries show. Mm-hmm. I was pretty much hanging around. But you share the same agent? Yeah. Because you were approached for a book immediately. Correctly. Okay, so you already have an agent. I do. But it's just unbelievable what's happening to this guy. I mean, now he's got a literary agent. Yeah, you have to have that sort of thing. Yeah, because I mean, there's a lot of interest in this book over there in the States, isn't there? There is. I know right now we have several presses competing for it. Yeah. So many Americans want to know what happened. They feel a little shut out in the legal process. But I think it's going to do well. And how does this work? You interview him or you talk about it and you... Basically, for weeks and weeks on end, I ran around with him with a little tape recorder. And sat in the car right where Yoron sat, basically, mm-hmm. and said, talk to me. So is it going to be about his story, or is it going to be about the story of the disappearance and what actually happened? Both. Yeah, you can't talk about Patrick without talking about his past. It's so incredibly fascinating. It is unbelievable, yeah. The stories that he told me... I mean, the scar alone is 3 chapters, isn't it? I'm like, can I use that for the book? Sure, yeah. He's like, yeah, no names. Yeah. So you've been blown away by his story, haven't you? Oh, definitely. Yeah. And I know the people who have read so far, we're finished now, but the people who have read it said, we can't put it down. Yeah, but now that you're following around all the time, what do you think, aren't you amazed at what happens to a person who is a completely unknown, and because of something like this, you know, gets thrown into the limelight, into the spotlight, and how does it change his life? How has he changed? How do people approach him? Well, that's the thing. I feel sorry for Patrick in a certain way. He's lost his anonymity. He's stuck now with people everywhere, even in Aruba, Americans coming up and going, wait, I know you. Mm-hmm. Oh my God, thank you. I can't imagine how he's dealing with it. It'd be very, very difficult. But he also seems like the guy, he sort of, does he sort of revel in it? Does he enjoy it a bit as well? You know, I've been around him when people have approached, and he's very polite. Uh-huh. But I wouldn't say he revels in it. Not to that extent. So what do you think? Will there be a lot of revelations in the book? I mean, we have been brutally honest. Yeah. I think people will be shocked. Yeah. Quite frankly, I think this will be the read of the year. Really? I know everybody says that, but I'd like it to be true. Yeah. But what ga je wat bewaar je? Zeg maar, wat is the rabbit in the hat? Wat komt er nog uit? Wat ik ga vertellen is hoe het kan dat één persoon iemand zo ver kan krijgen. Ik ga vertellen natuurlijk wat ik gedaan heb in het verleden. Mm-hmm. En waardoor ik die handige jongen ben geworden. Ja, ja, ja. En waardoor ik wist wat Yoron wou. Wat veel jonge jongens willen, snap je? Een makkelijk leven, veel geld, ja. Het klinkt heel eenvoudig, maar ik heb het langzamerhand op zijn pad gebracht. En ik heb het hem laten zien. En
Ja, hij werd verliefd. Snap je? Op zijn hand. En hij kon hem niet meer wegdoen. Nee. Dus ja, hij was gefascineerd door de dingen die ik hem vertelde en dingen die ik meegemaakt heb. Helemaal verleid was hij door je? Ja, absoluut. En hij dacht, nou gaat groot geld komen. Ja. Want dat wilde Joran, net zoals heel veel mensen. Maar dat heeft hij duidelijk ook verteld, toch? Ja. Ten koste van anderen ook nog. Ja. It is going to be fascinating. So this will be out on the 25th of June, right? Should be, yes. And should be out in Holland first? Or? Holland first. Holland gets the first look. It is fascinating. It is fascinating. Well, I'm definitely looking forward to this book. Ik denk heel veel mensen ook. Ja, er staat ben je bij schrijver? Hoe is dat nou weer gekomen zo? Hey. Nou, ze hebben alles geschreven hoor. Ik heb heel veel gesproken. Okay. Maar ik denk dat heel veel mensen een heel duidelijk beeld over Joran gaan krijgen. De dingen die hij vertelt. En hij heeft zoveel verteld in die 7 maanden. Ja. En hij wist niet dat ik het bijhield. Nee. En dat heb ik echt gedaan. En er komt nog zoveel meer uit. Nou, ik vind het erg interessant. Overboord, dus inderdaad 25 juni komt die uit. Gaan we allemaal lezen. Ik vond het goed om weer even bij te praten. En Patrick, we houden het zeker allemaal in de gaten. Dames en heren, geef ze een applaus. Patrick van der Eem en Elizabeth Beyer. APPLAUS